plein ging en 12 uur lang daar gewoon rondliep in de hoop om hem tegen het lijf te lopen. All she thought about was him. Het enige waar ze aan kon denken was hij. Every time she heard that he was in a place, she tried to get there to see him. En elke keer als ze hoorde dat hij ergens was, dan ging ze daar naartoe in de hoop om hem te zien. But her love is growing cold. Maar haar liefde is nou verkild. Can you identify with that? Kan je daar een beetje mee identificeren? There was a time when all you thought about was Jesus. Er is een tijd geweest dat het enige waar je aan dacht, dat was de Heer Jezus. You read your Bible and pray. En je las veel in je Bijbel en je bad. You just, Lord, just if I could only sense your presence. En in je hart was voortdurend, Heere, oh, als ik uw tegenwoordigheid maar met me mee mag dragen. But then your love starts to grow cold. Maar dan begint je hart wat kouder te worden. She says, look, I've taken off my dress. Ze zegt, kijk, ik heb mijn rok uitgetogen. Don't make me put it on again. Vraag niet om hem weer aan te doen. And I've washed my feet. Ik heb mijn voeten gewassen. Don't make me get out of bed and walk across this dirty floor. Vraag me niet om nu uit bed te komen en over deze vuile vloer heen te lopen. There was a time she would have leaped across the floor without even touching the floor. Er is een tijd geweest dat ze over de vloer heen zou zweven zonder überhaupt de vloer aan te raken. But her love has grown cold. Maar haar liefde is verkild. This especially happens to people in the ministry. En dit gebeurt ook heel makkelijk bij mensen die in de christelijke bediening staan. I'll go back to my room. Ik ga straks terug naar mijn kamer. At 3 o'clock in the morning. Om 3 uur vannacht. And maybe as I'm sitting there just resting for a moment. En misschien, the Holy Spirit begins to tug on my heart. En misschien als ik daar dan gewoon een moment zit en tot rust kom, dan begint de Heilige Geest te spreken tot mijn hart. Paul, come away with me and pray for a while. Paul, kom weg met kom met mij mee. En laten we en wil je een tijd met mij zijn in gebed. Open up the word. I want to show you something. Wil je het woord openen? Ik wil je iets laten zien. Now there was a time when I would have cut off both my arms to hear something like that. Nou, er is een tijd geweest dat ik bereid was om mijn beide armen te laten afhakken om zoiets te horen. But I say, Lord, I'm tired. Maar misschien zeg ik straks wel, Heer, ik ben moe. Do I have to do this? Wilt u dat werkelijk dat ik dat doe? I mean, I've been preaching all day. Weet u, ik heb de hele dag gepredikt. I'm just gonna go to bed, all right? Ik ga naar bed, oké? Do you do things like that? Doet u wel eens zoiets? The Bible's sitting up there on the table and you go, my brain is so tired. I'm just gonna watch TV for a moment. De Bijbel ligt daar op de tafel en je denkt bij jezelf, ik ben zo moe in mijn denken. Ik ga maar gewoon tv kijken. There was a time when all you could think about was Jesus. Er is een tijd geweest dat het enige waar je aan kon denken was de Heer Jezus. But now even when you pray, most of your thoughts are about something else. Maar nu zelfs als je in gebed gaat, dan lijkt het wel alsof je gedachten alle kanten opgaan. Now look what happens. Maar kijk wat er dan gebeurt. My beloved extended his hand through the opening and my feelings were aroused for him. I rose to open to my beloved and my hands dripped with mirth and my fingers with liquid mirth on the handles of the bolt. Vers 4, mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnent wil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. This great king will not give up. He keeps calling out to her. Deze geweldige koning die geeft niet op en die blijft tot haar roepen. And finally she says, okay, I'll do it. En uiteindelijk zegt ze, okay, ik zal het doen. But when she gets to the door, something happens. Maar als ze bij de deur komt, dan gebeurt er iets. You see, when a young man would come to the house of a young lady. Weet je, als een jonge man kwam tot het huis van een jonge dame. He would take a bag of spices with him. Dan nam hij in die tijd een bundel met specerijen met zich mee. And if she wasn't home, he would take out those spices and rub them all over the door handle. En als als de vrouw niet thuis zou zijn, dan was het de gewoonte dat hij al die specerijen gewoon zou uitwrijven op de deur. So that when she came home, she would smell that scent.
Zodat wanneer zij thuis zou komen, dat ze die geur dan zou ruiken. And know that he had been there. En zou weten dat hij daar was geweest. And then there would be a sinking feeling in the heart. En dan dat wekte een bepaald gevoel op in het hart. Oh, I missed him. Oh, ik ben hem misgelopen. He was here and I missed him. Hij was hier en ik ben hem misgelopen. She gets out of bed slowly. Langzaam komt ze uit bed. But when she opens the door, he's no longer there. Maar als ze de deur opent, dan is hij niet meer daar. And she gets that sinking feeling. En dan krijgt ze datzelfde gevoel. He was here and I missed him. Hij was hier en ik ben hem misgelopen. My love was cold. Mijn liefde was zo koud. I've neglected him. Ik heb hem helemaal veronachtzaamd. And then she gets afraid. En dan wordt ze bang. Have I lost him forever? Ben ik hem voor altijd kwijt? The same thing kind of happens to you, doesn't it? En hetzelfde gebeurt met jou, niet waar? Your heart grows cold. Je hart wordt koud. There's very little sense now of the presence of Christ. Er is heel weinig bewustzijn van de aanwezigheid van Christus. And you think to yourself, is he angry with me? En je vraagt je af, is hij boos op mij? Is he turned away from me forever? Heeft hij zich voor altijd van mij afgekeerd? He has turned away. Hij heeft zich afgekeerd. But it is not forever. Maar niet voor altijd. And it is not because he is angry with you. En het is ook niet omdat hij boos op je is. It's because he loves you. Het is omdat hij van je houdt. And he wants you to learn something about his love. En hij wil dat je iets leert over zijn liefde. So she rushes out the door. Dus ze gaat de deur heel snel uit. Now in verse 7, she's running through the streets of Jerusalem trying to find him. In vers 7 daar lezen we dat ze door de straten van Jeruzalem rent op zoek naar hem. And look what happens. En kijk wat er gebeurt. Okay. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. There's no one there to protect her. Nu is er niemand om haar te beschermen. The watchmen grab her and begin to abuse her. En de wachters die grijpen haar en die beginnen haar te mishandelen. Now I want you to think about this for a moment. Nou, denk hier eens over na. If the king had been walking beside her, als de koning naast haar had gewandeld, those men would have not even taken their eyes off the ground to look up at her. Dan hadden die mannen niet eens hun ogen van de grond durven opheffen om naar haar te kijken. They would have been so afraid. Dan waren ze zo bang geweest. But the king's not there. Maar de koning is er nu niet. Her only protector. Haar enige beschermheer. Your only protector. En jouw enige beschermer. Is the king. Is de koning. Jesus Christ. Jezus Christus. And when you go up those mountains in your pride and you wander away from him and start getting close to the world, you are in a very dangerous place. En als jij die berg begint te bestijgen en vanuit je trots hem verlaat en je in gevaarlijke dan begin je in gevaarlijke gebieden te bevinden. Now look what's happened. En kijk dan wat er nu is gebeurd. Not only has she neglected him. Ze is hem niet alleen vergeten. But she has become soiled and dirty. Maar ze is helemaal onder de aarde komen zitten en vuil geworden. Let's go on. En dan kijken we verder. In verses 8 and 9 she